Goedendag, mijn naam is Dr. Oes, ik ben huisarts bij Medimeer Buiten. Ik wil u wat vertellen over echografie in de huisartsenpraktijk. Tegenwoordig worden veel onderzoeken gedaan in de huisartsenpraktijk. Denk aan het urineonderzoek, aan het hartfilmpje of het ECG, het uitstrijken in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, aan de bepalingen van de ontstekingswaarde in het bloed bij het virus of een andere infectie of ontsteking, een zogenaamd snel CRP. De laatste jaren worden ook steeds meer echo-onderzoeken gedaan in de huisartsenpraktijk door huisartsen die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd. Bij Medimeer Buiten doen wij echo-onderzoeken al sinds 2014. En echo is een heel veilig, pijnloos en een zeer informatief onderzoek die uw huisarts kan helpen bij het stellen van de juiste diagnose. Er zijn verschillende soorten echo-onderzoeken. Om te beginnen echo bovenbuik, waarbij uw lever, de galblaas, gaalwegen, de alvleesklier, bij de nieren en de mild en ook aorta in beeld worden gebracht. Aparte echo van de nieren en de blaas. Gynaecologische echo's, waarbij de baarmoeder, de eierstokken en spiraaltjes worden gecontroleerd. En ook echo's van een bewegingsapparaat, bijvoorbeeld echo schouder en echo knie. Bij Medimeer zijn er tegenwoordig meerdere huisartsen die echo-onderzoeken verrichten. Dat zijn bij Medimeer Buiten dokter Oes, dat ben ik, en dokter Asgarali, dokter Elsen en dokter Avara in Medimeer Poort en dokter Van Lammeren in Medimeer Haven. Voor het verrichten van het echo-onderzoek is de voorbereiding zeer belangrijk. Om de mooiste en de scherpste, de beste beelden te verkrijgen en de meest betrouwbare informatie. Zo voor de echo bovenbuik moet u nuchter zijn. Voor de echo nieren en blaas moet de blaas vol zijn. En voor de gynaecologische echo's wordt u geacht met een lege blaas te komen. Er hoeven geen speciale voorbereidingen te zijn voor echo van een bewegingsapparaat. Het is goed om te beseffen dat uw huisarts geen radioloog is en dat er soms nodig is om echo opnieuw te laten doen in het ziekenhuis voor alle zekerheid en voor de meest betrouwbare diagnostiek. Al deze informatie wat ik aan u verteld heb, kunt u terugvinden op onze site www.medi-meren.com onder zorgaanbod, diagnostiek, echo in een overzichtelijke folder echografie in de huisartsenpraktijk. Bedankt voor uw aandacht.